De aanhoudende zware regens en zware regenval van gisteren hebben ervoor gezorgd dat vele gebieden onder water zijn gelopen. Volgens de meteorologische dienst zal het voor vandaag op enkele buien na relatief droog blijven. Voor de komende twee dagen kan weersverslechtering worden verwacht. De buurbewoners van Wintiwaai en omgeving aarzelden niet om hun verhaal te doen. Over effecten van het overtollig water op hun dagelijks leven. Het water liep zelfs tot in de woningen, vertelt een van de buurtbewoners. Heel lang, ik woon al 25 jaar hier. Maar deze keer, dit keer is het hoger. Want het is, het is tot in mijn huis gekomen. Maar mijn huis is heel hoog. Maar ik weet niet waar het ligt. Misschien die Liorering of zo. Een kleine ondernemer vertelt dat het water dagenlang blijft zitten. Dit maakt dat zijn dagopbrengst de wensen overlaat. Onze nieuwsdienst kwam ook enkele leerlingen van OS Wintiwai tegen. Zij vertellen dat hun school onder water is, waardoor zij niet naar school kunnen. Het is voor hun een enorme achterstand. Volgens de leerlingen kan het soms een week duren voordat zij weer naar school kunnen. Voordeel is niet, want voor ons is hier ba. Dat Ik even alleen komen, ik wil niets doen. Ik wil kan. Midden Ik resort. De school is onder water. Komt het vaak voor dat de school onder water is? Ja, je vrouw. En hoe lang duurt het zo ongeveer dat jullie dan niet op school zijn? dagen. Een hele week. Onze nieuwsdienst is in gesprek met enkele bewoners uit het Windy Way-project. De regenval van gisteren heeft ervoor gezorgd. Dat vele gebieden onder water zitten, en dat de leerlingen van OSWINTY niet naar school kunnen vanwege de ondergelopen schoollokalen.